kijken. Het is woensdag, tijd voor een nieuwe video in deze speciale week. A video a day. Vandaag dus weer een nieuwe hair tutorial. En vandaag laat ik jullie zien hoe je vlechten kunt combineren in je onbewerkt haar. Ik heb in dit geval een rommelige knot gemaakt. Maar je kunt er ook voor gaan voor een staart. Of gewoon een vlechtaccent in je losse haar. Ik laat jullie zien hoe je dit voor elkaar kunt krijgen. En ik zal even laten zien wat ik nu heb gemaakt. Het is bij deze video gewoon de bedoeling dat jullie even kijken naar de video, maar niet alles stap voor stap na gaan doen. Ga dus daarna zelf aan de slag met je eigen creativiteit. Dit is puur inspiratie voor jullie. Jullie hoeven het niet te kopiëren, dus ga lekker een beetje daarmee experimenteren. Lekker daarmee aan de gang. Kies ook gewoon een vlecht uit die jij kunt. Kan je geen invlecht, doe je een normale vlecht. Vind je een visgraat makkelijker dan een opvlecht? Geen probleem, kies gewoon wat jij leuk vindt om te doen. We gaan beginnen. Je kunt hiermee variëren zoals je dat zelf wilt. Ik ga aan deze kant beginnen met een invlecht. En je vlecht ook gewoon door zover je zelf wil en zover je kunt. Wat wel handig is als je de zijkant doet, dat je wel echt doorgaat tot de plukken bij je oor op zijn. Op die manier komt die gewoon mooi over. En anders lijkt het een beetje of je misschien wel haar vergeten bent. Dus je pakt gewoon je haar op. Kijk, en ik ben er nu eigenlijk, ben ik er al. Want dit is de laatste pluk bij het oor die ik erbij pak. Wat je dan gaat doen is je vlecht hem gewoon een stukje door. Je houdt hem wel een beetje in de richting naar achter, zodat hij gewoon goed mee gaat vallen met de rest. Je vlecht door tot in de punt en dan zet je hem vast met een elastiekje. Hier heb ik mijn haar vastgezet en een flinke pluk losgehouden. Daar ga ik een vissengraat in maken. Je pakt twee plukken en je neemt steeds het buitenste gedeelte, gooi je naar de andere kant. En die voeg je weer samen, dus je hebt continu maar twee plukjes. Het is een hele losse vlecht, zonder spanning. Dus dat geldt nu ook. Je houdt hem gewoon heel erg los. En ook deze vlecht je weer helemaal door, zover je kunt. Ik heb het elastiekje erin. Dit gedeelte heb ik nog niet helemaal doorgevlochten. Want wat ik nu ga doen is je gaat hem overal weer los trekken. Dat hij echt wat grover wordt. Kijk, en trek er gerust wat plukken een beetje uit. Dat hij echt wat losser, wat ja, eigenlijk wat meer bohemian wordt. Hè? Wat meer Ibiza stijl. Gewoon los trekken. Anders zie je ook niet dat je allerlei verschillende vlechten hebt. Zo, dan heb ik die gedaan, dan kan dit weer los. En je kunt er zelf mee spelen, dus kies er gewoon zelf voor waar je het wilt vlechten. Ik vind dit soort vlechten ook heel erg gaaf en los haar, want je ziet nu dat hij gewoon eigenlijk al leuk staat. Dan kun je bijvoorbeeld deze vlecht gewoon zo vastzetten. Ik vind het wel leuk om hier bovenop wat gewone vlechtjes te maken. En dan ga ik mee met mijn scheiding. Ik heb een zijscheiding, dus ik vlecht ze die kant op. Ik ga er gewoon twee, denk ik, gewoon even normaal vlechten. En je kan er af en toe hem net een paar haren bij pakken, zodat hij wat steviger op zijn plek blijft zitten. Dus dat het eerste stukje is als het ware dan een invlecht. Nou, ik heb nu hier een warrige vlecht, hier de twee vlechten. Deze heb ik ook wat uitgehaald, dat hij net even weer wat losser valt. Wat je nu gaat doen, dan pak je al je haar en dan laat je deze voorste vlechten laat je los. Dus ook deze klap je mee, die gaat mee naar boven. En dan pak je al je haar er goed bij. Ik had net even wat schuifspeldjes erin om het vast te zetten, die haal ik er nu uit. En probeer hem dan zo hoog mogelijk te pakken.
Dan zet je hem vast met een elastiek. En dan gaan we beginnen met al dit haar wegwerken. Gewoon met schuifspelden ga je het gewoon rommelig vaststeken. En je gaat gewoon even voelen waar ze goed heen kunnen. Eentje bovenlangs, eentje bijvoorbeeld wat meer onderlangs. En dan hebben we nog de grove vlecht. En dan zorg je ervoor dat het elastiekje niet meer zichtbaar is. Nou, zo is die al helemaal af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik zal het nog heel even laten zien. De vlecht is dus echt naar eigen inzicht. Kies gewoon de plek uit die jij leuk vindt en de vlecht die jij leuk vindt. Dit was hem alweer. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. Tot dan. Doeg!